Het boek dat mijn leven veranderd heeft en die er eigenlijk voor gezorgd heeft dat ik ben beginnen ondernemen, is You Are a Badass van Jen Sincero. Het is zo very American, want er staat op: het zijn adviezen om je life goals waar te maken. Maar het is een heel toegankelijk boek en ook er zit heel wat humor in. En het geeft zowel de nodige schop onder de kont om in actie te komen en het laat je wel even nadenken van. Waar ben ik eigenlijk allemaal mee bezig? Waar wil ik naartoe? En het zet u wel aan tot actie. Je hebt het uiteindelijk wel nog te doen, uiteraard. Het boek alleen lezen zal niet uw leven veranderen. Maar voor mij heeft het wel heel veel in beweging gezet. En het is zo'n boek die ook relevant blijft. Ik heb het al 3 keer gelezen ondertussen. En er zijn zo heel wat boeken dat je leest. En dat je zo, als je daar zo door gegroeid bent, dat je zo opeens van, dat was wel een interessant boek, maar ik denk niet dat ik daar nu nog iets uit kan halen. Terwijl dat ik dit boek heel vaak nog bij de hand neem en doorblader en zo nog dingen uithaal en inspiratie uithaal. En een van mijn favoriete passages in het boek is, de antwoorden onthullen zich meestal doordat je in beweging komt en niet door er langer over na te blijven denken. En dat is een quote dat ik heel vaak nog in presentaties gebruik en in workshops en ook in mijn coachings, omdat ik vind dat er daar zoveel waarheid in zit, want we hebben soms de neiging om te overdenken, om te blijven twijfelen en te blijven nadenken en allerlei wat-als-scenario's te bedenken. Maar het is uiteindelijk maar een keer dat je het doet, dat de antwoorden vanzelf komen. Dus dat. Ja, ik ben een creatieve generalist. Ik heb heel veel interesses en dat was als kind ook al zo. Ik had heel uiteenlopende hobby's, maar ik weet wel nog dat ik heel graag juffrouw wilde worden, of advocaat, of presentatrice. Nu, een paar jaar geleden in loopbaancoaching werd dat ook gesteld, die vragen mee. En dan zagen we wel duidelijk een rode draad in het stukje communiceren, presenteren en kennis delen. En het grappige is dat ik advocaat wou worden omdat ik mensen wilde helpen door te praten. En niet per se het zorgende en het verzorgende, maar ik wou wel mensen helpen door te betogen, door te praten. En als ik kijk naar wat ik nu aan het doen ben, ja, dan komt dat eigenlijk uit alle drie die jobs komt er daar wel een stukje terug. Want ik help mensen door ze te coachen, presenteren, want ik wou ook presentatrice worden. Dat doe ik nu een stukje door de podcast dat ik maak. En ja, kennis delen. De juf in mij, die vindt het fantastisch om training te geven, om workshops te organiseren en ook mijn kennis te delen. En dat is het leuke natuurlijk aan ondernemen, dat je die vrijheid hebt om dat allemaal te bundelen en daarin te spelen en te doen, hè. Een tip die ik graag meegeef aan andere ondernemers is eigenlijk heel simpel. Je moogt van gedacht veranderen. Wij durven dikwijls geen keuzes maken omdat we schrik hebben dat we eraan vasthangen, voor de rest van ons leven soms of voor een lange periode. En eigenlijk is dat niet zo. Je moogt elk moment van gedacht veranderen. En natuurlijk, afhankelijk van de keuze die je maakt, is een impact hoger of lager als je van gedacht verandert. Maar door niet te kiezen, blijft het ook uitstaan en komt er niet in beweging. En het is beter van een keuze te maken met de wetenschap van, weet je, als het dan toch mijn ding niet is, of ik vind het toch niet zo leuk als dat ik dacht dat was, of ik krijg er toch niet genoeg energie van, dan kan ik gewoon iets anders doen. En dat is in het ondernemerschap zo, maar dat is ook in het leven zo. En ik vergelijk het heel vaak met, je maakt een studiekeuze op je 18 en er wordt heel vaak druk opgelegd van, je moet kiezen en je moet dat dan de rest van je leven doen. Terwijl, eigenlijk is dat niet zo, hè. Ik bedoel, je maakt een keuze, je studeert, maar je hebt daarna nog gans je leven om te ontdekken, om te leren, om te groeien en om het te doen, hè.